duistere kelders van hun geheime hoofdkwartier ligt vol samenzweringsdossiers. Gelukkig mogen ze één keer per week hun kelder verlaten om hier een complot toe te lichten. Lieve Scheire en Jelle de Beulen. Heren, waarover gaat het vandaag? Michiel, wij hebben ontdekt hoe de mensheid echt ontstaan is. Ah, Adam en Eva maken deel uit van een complot. Wel, nee, dat Adam en Eva verhaal dat is heel mooi, maar je hebt dan ook de evolutietheorie, waar heel veel wetenschappelijk bewijs voor is. Maar Adam en Eva, dat is wel God die dat zegt, hè, Michiel? En dat ziet er mij nogal een verstandige mens uit, misschien afgezien van het vogelbekdier, klein slordigheidje. Maar er zijn dan nog andere goden met andere scheppingsverhalen. Dus dat is één grote soep. Wat hebben wij ontdekt? Dat zijn allemaal leugens. De waarheid is een goed bewaard geheim en vanavond gaan we het aan u vertellen. Ik ben benieuwd. Kijk, Michiel, 75 miljoen jaar geleden waren er in dit deel van het universum 76 planeten, bevolkt door 13,5 biljoen buitenaardse wezens. 75 miljoen jaar geleden? Ja, ik probeer een beetje sfeer te schrijven. Ik probeer te volgen. Dus, en één van die planeten was onze moeder aarde en die heette destijds Tikiak. Tikiak. Je hebt een beetje een Alpha Centauri accent, maar dat maakt niet uit. Tikiak dus. Nu, 13,5 miljoen buitenaardse wezens voor 76 planeten. Dat is duidelijk een geval van overbevolking. Een gigantisch fileprobleem hadden die daar. En al die problemen werden opgelost door deze buitenaardse man, Zinu, de interplanetaire president. Interplanetaire president. Inderdaad, dat is die functie waar Herman van Rompuy nu favoriet voor is. Ja. Maar de Klingons zijn nog tegen, of de Britons, een van de twee, ik weet het niet. Maar goed, dus deze Zinu, eigenlijk de Herman van Rompuy van 75 miljoen jaar geleden, die wou de overbevolking oplossen. Hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft biljoenen onderdanen samengelokt in gebouwen onder het mom van een belastingscontrole. En hij heeft ze dan, met behulp van psychiaters, heeft hij ze allemaal verdoofd en ingevroren in een mengeling van glycol en alcohol. En dit leidt tot een samenzweringstheorie. Absoluut, maak u geen zorgen. Hij heeft ze dan met biljoenen tegelijk afgevoerd naar de planeet Tikiak. Dus Tikiak, Tikiak, inderdaad. Dus de aarde. En daar heeft hij ze begraven rond onze vulkanen. Op deze manier. Vervolgens heeft hij die vulkanen tot ontploffing gebracht met waterstofbommen, waardoor die buitenaardse wezens opengereten werden en hun zielen ronddwaalden rond de aarde. Die getormenteerde zielen van die buitenaardse wezens die noemen we de Thetans. Thetans? De Thetans, ja. Thetans op Tikiak. En die dwalen nog steeds met biljoenen rond op deze aarde en die plakken op de mensen. Die plakken op ons en die zorgen ervoor dat wij ons slecht voelen. Dus als jij je slecht voelt, als jij hoofdpijn hebt en een kleffe bek 's morgens, dan is dat omdat de Thetans aan u plakken. Dus die stoute Xenu heeft 75 miljoen jaar geleden onze voorouders naar Tikiak, naar de aarde gebracht. Ja. Dat geloven jullie toch zelf niet, mag ik hopen. Giel, er zijn genoeg mensen die dit geloven, hè? En niet van de minste zelfs. Kijk, een klein voorbeeld. Deze man gelooft dat, Tom Cruise. Huh? Ja? John Travolta. Will Smith. Beck. Katie Holmes, Courtney Love en deze dame. Deze dame, Bart Simpson? Ja, wel, de stem van Bart Simpson is een vrouw, Nancy Cartwright. Allemaal geloven ze dat verhaal. Straf, hè? Dat is de onzin die jullie daarnet vertelden. Die geloven zij allemaal. Ja, zij geloven dat omdat dat het scheppingsverhaal is van de Scientology-kerk. En de Scientology-kerk die werd in de jaren 50 opgericht door deze edeldenker en vrije geest als L. Ron Hubbard. Die schreef in 1950 een boek, Dianetics. En daarin beschrijft hij hoe we de mensheid kunnen verlossen van die boze zielen, die Thetans, absoluut, die Thetans, en op die manier blij en gelukkig kunnen zijn en in harmonie samenleven. En hoe doe je dat? Dat is vrij simpel. Om te beginnen moet je een beetje geld betalen aan de Scientology-kerk om daar lid van te mogen worden. Ja. En als je dat gedaan hebt, moet je nog een beetje geld betalen aan de Scientology-kerk om therapeutische, spirituele bevrijding te mogen volgen. Auditing noemen ze dat. En dat gebeurt met dit apparaat, de e-meter, die je trouwens ook zelf kunt kopen door een beetje geld aan Scientology te geven. Nu, eigenlijk zijn het gewoon twee blikjes met een draadje rond, zoals we vroeger in de boomhut ook hadden. Maar het is een e-meter. En die e-meter die detecteert waar uw psychologische problemen zitten. Kijk, hier zien we een mooie foto van John Travolta, die heel blij is omdat hij twee blikjes mag vasthouden. Goed, na één zo'n sessie zit je natuurlijk niet verlost van al uw Thetans. Dus moet je nog een beetje geld aan Scientology geven voor de volgende cursus. En dan nog een beetje geld aan Scientology geven voor de volgende cursus, tot je al uw Thetans kwijt zijn. Ja, goed, dat mensen esoterische therapieën volgen,
Dat kan ik volgen, maar het verhaal over die Xenu en die... Zinu. Zinu en Tekiyak. 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 Maar dat geloven al die mensen van Scientology dus echt? Ja, absoluut. Al die mensen die geloven daarin. Oké, ze zullen het niet met zoveel woorden zeggen. Bijvoorbeeld de woordvoerder van Scientology heeft daar in een interview het volgende over gezegd. Do you believe that the galactic emperor called Xenu brought his people to Earth 75 million years ago and buried them in volcanoes? I'm going to stop you. If you're going to ask me that question again and you're going to repeat things about volcanoes and this kind of thing and so on and so forth, I will stand up and walk out, Martin. I'm not trying to mock you. I'm trying to understand what your beliefs are. Sure. Is it true that understanding the origins of the human race as described through Xenu and the intergalactic emperor, is it true that somebody would die in... Terwijl het toch een redelijk eenvoudige vraag is, hè? Dat gewoon ja of nee kunnen antwoorden. Ja, maar kijk, het scheppingsverhaal over de Titans ligt nogal gevoelig bij de Scientologists. Ze kunnen het ten eerste absoluut niet ontkennen, want kijk, dit is een handschrift van L. Ron Hubbard, dus de oprichter van Dus de oprichter van Scientology heeft dit zelf geschreven. Ze kunnen het dus absoluut niet ontkennen. Maar anderzijds kunnen ze het ook moeilijk bevestigen, want het is een beetje gênant. Die L. Ron Hubbard die was niet altijd een kerkleider. In het begin, in de jaren 30, schreef die science fiction verhalen. Voilà, hier zijn er een paar voorbeelden van. L. Ron Hubbard schreef dat aan 1 cent per woord. Ja. En ja, dat is dan een beetje moeilijk voor die Scientologist om dat toe te geven, want ja, dan wil je eigenlijk zeggen dat je gelooft in goedkope pulpverhaaltjes over marsmannetjes. Nu goed, die L. Ron Hubbard die was dan een beetje beu om voor een appel en een ei te schrijven. Dus vatte hij een nieuwe filosofie op en die formuleerde hij als volgt. Wie verhaaltjes schrijft voor 1 cent per woord maakt zich belachelijk. Wie echt stinkend rijk wil worden, begint beter in eigen religie. En dat heeft hij dus gedaan. Ja. Inderdaad, dat was een meesterzet. Hij heeft van Scientology een religie gemaakt. Waarom is dat zo slim? Mensen begonnen geld terug te eisen omdat ze ontdekten dat ze in onzin geloofd hadden. Maar als je religie bent, kunnen mensen nu niet aanklagen omdat ze in uw onzin geloofd hebben. Want anders je bent een religie. Ook, ja, anders wil ik ook al het geld terug dat ik in het schaaltje gegooid heb in de mis, natuurlijk. Ja. Dus tevens zijn alle inkomsten van een religie in Amerika belastingvrij. Dus het geld stroomde binnen bij Ronald Hubbard en de Scientology Kerk. En dat geld dat gebruikten ze om dure paleizen mee te bouwen met prachtige zwembaden waar de hoge pieven van Scientology zich konden in amuseren. L. Ron Hubbard heeft in de jaren 60 ook een zeevloot gekocht, allemaal boten, om mee op de Middellandse Zee te varen, dus in internationale wateren. Waarschijnlijk deed hij dat omdat hij niks te verbergen had en absoluut legaal bezig was. Ja. Hij heeft ook een geheime dienst opgericht, een beetje zoals de CIA en de FBI, want iedereen weet, een religie heeft een geheime dienst nodig. Die hebben een eigen geheime dienst. Een eigen geheime dienst om de mensen te controleren. En dan hebben ze ook nog eens al hun geld besteed aan rechtszaken. Dus ze klagen mensen aan die veel te kritisch zijn over Scientology en die het woord Tekiyak niet kunnen uitspreken. Oeh. Dus we wensen u veel geluk in de rechtbank. Ja, ja. Dus jullie gaan beweren dat jullie het verhaal over Xenu en zo, dat jullie dat geloven. Michiel, ik ga u daar stoppen. Het is namelijk zo, dat hele scheppingverhaal, dat mocht je volgens Scientology pas horen als je eerst de voorbereidende cursussen gevolgd hebt. Dus eigenlijk moet je verstaan als je eerst genoeg geld aan Scientology gegeven hebt. Als je dit verhaal te vroeg hoort, dan gaat je een vreselijke longontsteking krijgen. En jullie hebben het nu verteld? Ja. Pardon? Ja, de Mexicaanse griep is wel in het land, hè? Ja, wel, kijk, maar dat is dus eigenlijk alweer een hele slimme zet van Mr. Hubbard. Hij zegt eigenlijk, wie niet genoeg betaalt voor hij dit verhaal hoort, die zal vreselijk ziek worden. Zeg nu zelf, Michiel, als dat niet waar is, dan heeft die Hubbard dat toch heel goed gevonden. Ja, dat is mijn tekst, maar toch bedankt. Jelle en Lieven. Applaus.